Spoken World stelt het kijktheater altijd een maatschappelijk thema aan de orde. Dus elk jaar kiezen we iets uit de actualiteit. Vorig jaar was het bijvoorbeeld de val van de Berlijnse muur. Dit jaar gaat het over identiteit. We koppelen het aan mobiliteit. Dat is de moderne mens vandaag zijn identiteit niet alleen meer haalt uit de plek waar hij woont, maar ook waar hij naartoe gaat en de mobiliteit die hij voor zichzelf creëert. En die twee, dus dat migratie en identiteit en aan de andere kant onze moderne mobiliteitsverslaving zou je kunnen zeggen, die zetten we eigenlijk tegenover elkaar in dit festival. Spoken World is een samenstelling van voorstellingen, theatervoorstellingen, dansvoorstellingen, films, tentoonstellingen. Dus het is echt een multidisciplinair festival. Het programma van Spoken World is eigenlijk een samenstelling van bestaande dingen die wat ons betreft binnen het thema passen, die we eraan kunnen koppelen. En een aantal voorstellingen worden speciaal gemaakt en worden in opdracht van het KAI Theater gemaakt. Anne van de Vivere is een jaar geleden al aan dat project begonnen. Dus wat wij tonen is eigenlijk het eindresultaat van een proces van een jaar. Waarbij ze dus, binnen dat project heeft ze met mensen gewerkt die in Brussel verblijven zonder dat ze een vaste plek hebben. En ze is met hen eigenlijk gaan werken rond de vraag, wat heb je nu nodig om iets hier thuis te noemen? I kind of gave up this idea of... Okay, this is the place I arrive and I stay there and this is gonna be my home country forever, you know? You accept that it's temporary and you don't know for how long, you know? It can be a month, it can be two. Wat we proberen met Spoken World is een programma zo samen te stellen dat je ook verschillende dingen kan combineren, vooral in de weekends natuurlijk. Dat je dus op een zaterdag twee, drie voorstellingen kunt bekijken, dat je ook de tentoonstellingen kunt zien en zo. Omdat we proberen om natuurlijk een aantal standpunten rond dat thema naast elkaar te zetten en we het echt zien als een festival waar je je moet in onderdompelen en waar je dus niet één voorstelling bekijkt, maar liefst iets meer dan dat.